It's all I wanna do. Welkom bij een nieuwe video hier op mijn kanaal Chester. En vandaag ga ik jullie even uitleggen wat je moet doen natuurlijk als jij al jouw specialist hebt gedaan. Veel mensen denken natuurlijk als jij de missie hebt gedaan die jij dus hier zo, even kijken naar specialist, we gaan even naar de allereerste gaat, die jij hier allemaal krijgt, hebt gedaan, moet jij dus nog een missie doen voor de hero specialist. Hier is het get 4 kills in a single game while overdrive is active. Wat het inhoudt is, ik leg het eventjes voor nu voor jullie uit, dat je 4 kills in één potje moet halen terwijl je overdrive aan hebt staan. Dus je moet hem gebruiken. Dus niet dat je hem gewoon aan hebt staan, maar je moet hem echt in die match gebruiken, laat maar zeggen. En dat moet je 4 keer doen. Dat moet je dan nog eens een keer doen nadat je alles hebt geunlocked. Dus er staat altijd wel classified bij, als je hero hebt. Maar je moet dus nog missies doen. Zullen jullie hier zien, gebruik ik op dit moment de Reaper. Die heb ik bij hier. Ik heb al dus, laten we zeggen, kill 6 enemies in a single match using this site. Dat moest je 6 keer doen. Dat heb ik al gedaan. Je ziet dus met dit pak niet heel veel verschil met de gewoon normale. Hij glimt alleen iets meer. Maar het hoofdje hier zo, die heb ik ook al bijna gedaan. Ik moet dus nog 2 keer 4 enemies in een potje killen. Terwijl ik de Psycho Yeses gebruik. En dan heb ik dus heel dat poppetje hero. Dan moet je bij elke specialist doen. Zoals jullie hier ziet, moet ik 6 enemies in een single game killen met de Ripper. Dan moet je ook dus weer 6 keer doen. En hier moet je waarschijnlijk weer 4 keer kill Spectre enemies shortly after breaking out active camo in a single game. Dat houdt dus in dat ik iemand moet killen die ook dit poppetje heeft. Dus deze missies zijn dus echt nog heel erg moeilijk. En ik heb ze nog niet eens allemaal gezien. Dus hier moet je weer 4 enemies killen in één potje terwijl je de heatwave gebruikt. Dat gaat nog wel. En wat is dit voor gekkigheid? Oké, weer 6 mensen met de purifier in een game. En deze is ook best wel moeilijk. 6 hive kills in één potje. Ik heb het langst gedaan over deze hele fucking specialist. Want ik kreeg maar niet die 2 keer, of die 3 keer die 2 rapid kills achter elkaar. Ik zat vanmiddag met Tom op Combine te spelen. Ik schoot toevallig gewoon 2 van die kwapjes af. En de een ging af. En echt 10 seconden later ging die andere af. En dan denk ik, nou, dit is het niet. En ik zeg opeens, bam. Chupac Barbara of zo, hoe dat pakje ook heet. Unlocked. En ik zat echt zo, nee, Tom, ik heb hem. En Tom geloofde hem niet, maar ik heb hem, dus zullen jullie hier zien. En hier moet je natuurlijk weer 4 enemies killen shortly after using reject. Ze zijn allemaal dezelfde missies. Maar dus even snel een korte video om jullie dus eventjes aan te tonen wat je dus nog allemaal gewoon moet doen nadat jullie denken dat je al die missies hebt gedaan. Want je moet dus gewoon nog van deze achterlijke missie doen. Wat ik natuurlijk best wel leuk vind, ik ga jullie ook even snel gewoon laten zien wat ik heb gekregen. Want zullen jullie zien, ben ik nu precies master level 108. Wat je kan doen als je natuurlijk level 100 bent gehit, zullen jullie hier zien. Je kan allerlei prestige emblems kiezen. Dit is natuurlijk de normale prestige master. Hier heb je van Black Ops 2 de precies 1. Ook lachen. Van Black Ops 1 de precies 1. En van World at War de precies 1. Wat ik aan deze video zo jammer vind is dat hij, zoals Goey zei, dat hij echt gewoon 144 p is ofzo. En deze gewoon Ultra HD. En deze vind ik ook wel mooi. En daarom heb ik deze ook hier staan, zullen zien. Mijn KD is niet echt al te best. 2.9 op dit moment. Score per minute van 574. 651 winst natuurlijk. En ik weet niet wat jullie nog meer willen zien. Hier zien jullie mijn calling card. Ultra Killer, Chain Killer en Calamity. Public Match heb ik als Scuda nu. De Deadliest Weapon natuurlijk. En dat is nog de site als Deadliest Specialist. Verder is, ga ik even snel mijn clash laten zien. Zullen jullie hier zien. Gewoon regular als je iets stoppen maar eventjes. Zoals je hier ziet, Diamond. Diamond. En nog eens Diamond. Dus jongens, ik dank jullie voor deze korte video. Ik denk, leg even uit wat je nog moet doen als je natuurlijk alle specialists hebt gehaald. Dan ben je nog niet klaar, dan heb je nog wat te doen. Dus succes ermee. En jongens, ik hoop jullie ook te gezien bij de video van morgen of straks nog. Ik weet niet wanneer deze online komt. Ik zie jullie gewoon binnenkort weer. Dus jongens, doei!